Hallo allemaal. Hallo, hallo. Ja, het is vandaag heel mooi weer. Het is echt stralend mooi weer. En ik ben lekker op mijn balkonnetje. Met een kopje koffie. En ik denk ik zal jullie even allemaal even laten weten dat het goed met me gaat. Ik weet niet of het je wat interesseert, maar het gaat goed met me. Ik hoop dat het met jullie ook allemaal goed gaat. Want ja, we hebben natuurlijk een crisis in ons land. En dan ben ik al een poosje niet in beeld geweest. Want dat vond ik niet zo gepast. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon toch een beetje aangepast mijn vlog doen. Dus het is een beetje een aangepaste vlog. Een beetje aangepast. Oh, lekker. Ja, ik heb ook een eierkoek. En ik heb ook nog een... Snickers. Ja. Dat je het weet. Hier lekker een balkonnetje in de zon. En net een poosje met de buurvrouw over die woont daar. Maar die is natuurlijk nou niet meer in beeld. Want die is gewoon naar binnen gegaan toen ze zag dat ik ging vloggen. Maar daar woont Nadia. Ja, Nadia. Hebben we even op zijn ouderwets, even ordinair, over de rand van het balkon zo op zijn Jordanees. Hebben we met elkaar lopen beppen. Want ja, je kan toch niet bij elkaar bezoek, deden we ook al nooit. Maar dan kun je een beetje zo alle coronaperikelen met elkaar bespreken. Het is een drama wat er in ons land gebeurt en in de wereld. Maar ja, er is verder niks aan te doen. Ik kan het woord niet meer horen. Ik zeg het nou net zelf, maar als ik het op de televisie of op de radio denk... Oh, maar dat gaat nog wel een poosje duren. We zijn hier nog niet zomaar vanaf. En het is zo gek, hè? Eigenlijk, dan is het mooi weer. En dan zeg je, oh, wat is het lekker weer. Dat je je haast schuldig gaat voelen als je lekker op je balkon zit in de zon. Want er zijn natuurlijk mensen keihard aan het werk om andere mensen het leven te redden. En zo. En ik heb ook gedacht, zal ik me opgeven als vrijwilliger bij het ziekenhuis hier is vlakbij? Dus ze hebben vast... mensen nodig. Gewoon voor allerlei voorkomende werkzaamheden. Maar ja, officieel vanwege mijn hart hoor ik dan weer bij een risicogroep. Dus ik weet ook helemaal niet hoe dat soort dingen allemaal werkt. En zo. Maar weet je, dat gevoel heb je een beetje. Dat je denkt van, we moeten met elkaar toch ook de schouders eronder of zo. Een beetje om iedereen er met elkaar doorheen te slepen. Maar ja... Tot nu toe kom ik eigenlijk niet veel verder dan het dekbed van mijn andere buurvrouw in de droger te doen. Ja, verder kom ik niet echt. Dat is dan het meest altruïstische wat ik doe. Nou ja, goed, verder zoek maar op in het woordenboek. En verder gaat het allemaal wel goed dus met mij. Ik zing heel veel, dat is wel fijn, want je hebt van die periodes in je leven, dan is je stem heel slecht. Mijn stem werd heel slecht, dat is echt, mijn stem werd heel slecht. Maar ik zing graag in huis en ik zing altijd apostolische liederen. En ja, niet omdat ik dat andere niet mooi vind, maar daar ken ik de woorden van en al mijn hele leven en dat zing ik. Dat zing ik de hele dag in huis als ik niet oppas, tot groot leedwezen van al mijn buren natuurlijk. Maar dat trekt me niks van aan. Maar ik zing heel veel, dus dat doe ik. En ik lees veel. Ik heb een aantal dingen besteld via bol.com om me bezig te houden. Hier zo overdag een beetje. En ik ga zo één keer per dag even naar de winkel. Want ja, dat mag nog. En ik loop met de hondjes. Dus mijn leven staat niet zo op de kop als het leven van mensen die kinderen hebben. Die normaal naar school gaan en die nu allemaal thuis zitten. En dat is natuurlijk ook allemaal niet eenvoudig voor ouders. En er zijn natuurlijk mensen die... hun werk momenteel niet kunnen uitoefenen zoals normaal. En er zijn bedrijven die failliet gaan en kapot gaan... omdat ze gewoon financieel niet meer redden of niet kunnen overzien. En dat is best heel erg. Er zijn echt heel veel mensen in nood. Even helemaal los van die ziekte, maar door die maatregelen... ja, komen er heel veel mensen ook in nood. En die economische gevolgen zullen natuurlijk enorm zijn voor ons land en voor de wereld... We komen natuurlijk in een enorme recessie terecht straks, crisis. Ja, dat is eigenlijk niet leuk om dat op mijn vlog te zeggen, maar het is wel de waarheid. Want ik kan me niet voorstellen dat dit gewoon ongemerkt verder, als de maatregelen worden opgeheven, dat we dan allemaal gewoon weer verder gaan met ons land zoals het vroeger was en met de wereld. Want dit heeft zo'n impact. Ja, dus ja, het is niet de vlog zoals anders. Misschien dat je... schuddebuikend over de vloer ligt van het lachen. Dat had ik best gewild hoor, zo'n vlog maken. Maar
ik heb daar ook momenteel niet zo'n inspiratie voor. Dus het enige wat ik kan doen is jullie allemaal het beste wensen. En heel veel sterkte. Allemaal degenen die mij kennen en goed kennen. En nou, ik wens jullie allemaal het beste. En hou je sterk. En de mensen van die ik ken, die in de zorg werken. Nou ja, jullie zijn toppers. En ja, aan al die andere mensen die lijden onder de maatregelen. En die wens ik ook het beste. En ik hoop dat we er met elkaar doorheen komen. Dag. Dag.